Het gaat hard met de verkoop van vakantiehuizen in Nederland. Een belangrijke aanjager is de coronacrisis. Dit is een kop van het financiële dagblad van vanmorgen. Eigenlijk gaat het de laatste zes jaar goed met de markt voor recreatiewoningen. Dit zijn het aantal transacties en vanaf 2014 zitten die in de lift. Kleine terugval vorig jaar. Maar de laatste maanden gaat het hard omhoog. Tom van den Brink van Second Home, zijn platform voor kopers van vakantiehuizen, zegt tegen ons: We zien de laatste maanden een bovengemiddeld snelle verkoop van vakantiewoningen, vooral die van boven de 2 ton. Dat is een segment dat de afgelopen jaren ook groeit. Dat zien we hier bij recreatiewoningen. Tot 2 ton daalt het aantal transacties. En vanaf 2 ton groeit het aantal van 16 naar 20 naar 26 procent. Uiteraard zijn de regionale verschillen groot. Dit is de vierkante meter prijs uit het rapport van de NVM voor vakantiewoningen per regio. Waddeneilanden op 1, Zeeland op 2, Noord-Hollandse kust op 3. En natuurlijk maakt het uit hoe het tweede optrekje eruit ziet. Maar om een indruk te krijgen, laten we eens kijken in Domburg, in Brunsum, in Epen en in Ameland. Op Ameland Krijg je dit voor 365.000 euro? 77 vierkante meter wonen, aangevuld met een tuin, een totaal van bijna 1000 vierkante meter. Dit staat voor bijna 130.000 euro te koop in Epen op de Veluwe. 74 vierkante meter wonen, perceel van 562 vierkante meter. In Brunsum in Limburg 50 vierkante meter wonen, 245 vierkante meter totaal en een prijs van 100. 14.500 euro. En een topper in Domburg. 118 vierkante meter wonen, inclusief tuin, 760 vierkante meter. Prijs bijna een miljoen. Oké, okay, waarom nu? Waarom gaat de verkoop zo hard in coronatijd? Corona houdt ons binnen Nederland. De belangstelling voor Nederlandse vakantiewoningen is daardoor enorm. Er is veel spaargeld, maar de bank rendeert niet en de beurs is te grillig. Woningverhuur rendeert goed. En als er geen huurders in zitten, dan kun je je eigen recreatiewoning natuurlijk zelf ook geweldig vakantie vieren. Vond u dit een interessante video? Download dan onze app.